Meneer Van der Sand, willen jullie horen, no? Meneer Lensgeer, dat doe je in Lensgeer, dat is me. Meneer Draaiette. Want ik weet precies hoe jullie zijn. Ik ga eerst Albert Ramdien afdraaien. Man, ik ken jullie toch. En dan ben ik niet over die groep van de mensen die luisteren. Maar dan staan daar. Mijn GFB. De maaiere linker. Je maakt bang. Maar goed. Je bepaalt zelf wat je doet hoor. Uiteindelijk ga ik het toch moeten afdraaien. Met of voor Ramdien of na Ramdien. Laat me het nu gewoon doen. Meneer Van der Sande, je was hier, die heeft. Eigenlijk, meneer Van der Sande, kon tak over Lensgeer, ja. Meneer Van der Sande, takkie over a blokkade voor a president. Dat was eigenlijk zijn verhaal. Maar ja, hij heeft zijn verhaal opgebouwd. En daarbij, dames en heren, is wederom dat verhaal boven water gekomen. Of, althans, dat wat hij eerder aan ons zei. Over de rol van Lensgeer ten tijde van de regering Bouterse II. En Van der Sand die was van mening dat Lensgeer eigenlijk hem ook heeft helpen ondermijnen bij de uitvoering van een plan wat hij had om de veiligheid een beetje terug te brengen. Had hij een plan ingediend en want to chamu. Fuchan waaronder Lensgeer hebben eraan meegewerkt. De man bewerkt Bouterse dusdanig dat uiteindelijk Bouterse tak dat plan gaan we niet uitvoeren. En Van der Sand voelde zich eigenlijk verraden op dat moment. En hij heeft dat toen niet onder stoelen of banken geschoven. En in het laatste interview wederom niet. En hij heeft dus dat ook meegenomen in zijn betoog. Maar ik kreeg een telefoontje van meneer Lensgeer. Melvin Lensgeer, die dus zei van, ik wil heel snel reageren hierop, want dit kan niet zo blijven. En ik ga u dat gesprek met hem laten horen in deze Bacanatori. Uw aandacht. En in deze Bacanatori praat ik tot Melvin Lensgeer. Deze hele inleiding heb ik al gehoord, dus Lensgeer eigenlijk moest ik dit ook eruit veiligheidsadviseur van de president. Chan Santokki, maar hij zit niet in die hoedanigheid hier. Hij was ook veiligheidsadviseur van de vorige president. Eergisteren is zijn naam gevallen. Toen ben ik bezig met meneer Van der Sand. En meneer Van der Sand heeft een paar keren toen hij probeerde aan te geven wat meneer Santokki zijn blokkade is, gememoreerd dat vaker de huidige president met die chamus van hem gezorgd heeft voor veel verstoring en ondermijning in contacten en ook voor wat zijn eigen beleid betreft. En Lensgeer zou dus ook behoren tot een van de chamus van Santokki. Hij heeft mij gebeld en gezegd, nou ik wil wel reageren want mijn naam is genoemd. Ik ben Ina Oor. Goedemiddag, Melvin Lensgeer en Bacanatori. Goedemiddag Cliff. Correct. Ik was niet alleen veiligheidsadviseur in de vorige regering. Mm-hmm. Ik was ook de directeur van nationale veiligheid. Oh ja. En tevens nationale veiligheidsadviseur. En ik ben in 2016, om goed te zijn in januari, heb ik geschreven naar de president dat ik met vervroegd pensioen ga. Om principiële redenen ben ik weggegaan toen. En in per april was ik weg. In 2016? 2016. Waarom? Wat zijn die principiële redenen geweest? Principiële redenen met betrekking tot taken met het beleid betreffende, waar ik het niet mee eens was. En ik heb het aan de president gezegd. En ik heb gekozen ervoor met vroeg pensioen te gaan. En hij heeft me gevraagd daarna om toch als adviseur aan te blijven. En zeker tot de overdracht zou plaatsvinden, omdat hij iemand zou moeten vinden die directeur nationale veiligheidsfunctie zou overnemen. Mevrouw Vera. We hadden een aantal kandidaten. Mevrouw Vera was één. En mevrouw Vera is uiteindelijk gekozen, geselecteerd. En ik ben er heel nauw bij betrokken geweest. En het proces ook begeleid. Waarbij in principe ik ergens in rond 2017 formeel heb overgedragen. Maar ik was geen directeur nationale veiligheid meer. En ik was, noem het maar, een onbezoldigde adviseur. Dus ik ben president Bouterse blijven adviseren op een paar
zaken de veiligheid rakende, maar onbeschuldigd. En om gelijk te komen en waarom ik gevraagd heb, omdat inderdaad mijn naam gevallen is, de eerste, ik ben Chamo van die maand, nooit niet. Ik heb enorm veel zelfrespect, ik respecteer mensen ook, maar als ik niet met iets eens ben, dan zeg ik het. En als we niet verder kunnen, dan maak ik mijn keuzes en taai ik af. Dat heb ik ook gedaan als zodanig. Waarom ik? Want over het algemeen, ja, men zegt zoveel. Je naam wordt hier genoemd, daar genoemd. Ik reageer niet altijd op alle zaken. Waarom ik dit wel van belang vond, omdat het toen de tijd een minister van Justitie me beschuldigd had dat ik informaties doorspeelde aan iemand van de oppositie. En dat is gevaarlijk. Meneer Van der Sanders. Ja. En vandaar dat ik toen een punt van heb gemaakt en die persconferentie heb gehouden. Overigens, u kan nog steeds, en elke luisteraar kan nog steeds, online gaan. In het interview van meneer Van der Sand zetten en het interview van mij daarnaast. Dan ga je zien dat ik hem heb uitgekleed. Hij heeft gelogen. Hij heeft over een aantal zaken gelogen. En misschien is het goed, want hij heeft het verhaal hier verteld. En ik als een persoon die alles eraan wil doen om in het land, voor de hele gemeenschap, kan het niet zo laten dat een ex-minister zegt dat hij een plan welke zou zorgen voor meer veiligheid in het land zou hebben getorpedeerd. Om welke reden dan ook. En ik heb het toen uit de doeken gedaan, toen denk ik, ja terug, maar hij heeft het nu weer gezegd. Misschien is het goed om het nu een beetje gedetailleerder uit te leggen wat er gebeurd is. Zoals ik eerder zei, ik was onbezoldig adviseur, zo noem ik dat. Ik adviseerde als de president me wel eens nodig had. En dan kom ik naar het kabinet of naar het paleis en dan kon ik onbezoldig, kon niet voor betaald. En zo werd ik een keertje gebeld, rond die periode. Van der Sanders als minister van Justitie. En ik kom het paleis aan. En ik kom in de vergadering. Want toen ik kwam aanlopen zat er bijna iedereen al daar. En in die vergadering zaten onder andere de minister van Justitie. Minister van Defensie. Mevrouw Daniela Vera. En de procureur-generaal. Nou, ik kom eigenlijk een beetje aanschuiven. Ik weet niet of er nog iemand bij was hoor. Ik kan me zo goed herinneren. De president uiteraard. En de president leidde de zaak in. En zegt dat de heer Van der San een plan heeft. Ter betegeling van de erupties. Het veiligheidsgevoel had een deuk. En een plan welke ik overigens nog nooit eerder had gehoord. Dus als hij zou zeggen dat het is omdat meneer iets voor meneer Santukke wil doen, van dan ook, dat is boel. Dat is rommel. En meneer Van der Sand stak van wal. En het plan was waarschijnlijk al besproken. Meneer Benschop was inderdaad heel enthousiast erover. En het plan, het idee, zou zijn om de militaire politie en militairen, allen vanaf de rang van korporaal, de algemene opsporingsbevoegdheid te geven. Niet nieuw dus. Pardon? Voor Suriname. Pardon? Niet nieuw voor Suriname. Wel nieuw, ja. Wel nieuw. En nieuw, zeker nieuw. Maar in de jaren 80 hebben we dat inderdaad. Nee, nooit niet. Ook niet? Nee, nooit niet. Misschien pakte je dit maar bij de MP, ik al aan mijn long. Hé, MP. Maar geen militairen. Dus okay. Hij zegt MP en alle militairen vanaf de rang van korporaal. Mm. Ja, ik weet het. Ik zat bij de MP. Ik kom uit de MP. En de MP had in de 80er jaren, ik was algemeen opsporingsambtenaar, niet als de MP van nu, en die zijn buitengewoon agent van politie. Ik was algemeen opsporingsambtenaar. En dat kan. En dat zou zelf makkelijk kunnen voor de MP. Waarom? Omdat de MP een volledige politie-diploma opleiding krijgt.
Met daaraan toegevoegd vakken als militair strafrecht, strafrechtspleging, oorlogsrecht, etc. Militaire vakken. Dus die NPS voor betreft de opleiding equip om hem tot algemeen opsporingsambt te maken. Maar om een willekeurige militair van de landmacht of van de marine of van een commando, die corporaal is, als je denkt dat je hem tot opsporingsambtenaar gaat maken binnen 2 weken, 3 weken, dan is het vragen een probleem. De politieopleiding duurt gemiddeld 1 jaar. Met strafrecht, strafrechtpleging, etc. Dus ik heb op basis van die argumenten gezegd dat één, dat het onverstandig is. Je gaat bij de, in de korte tijden heb je alles wat rechtszaken tegen je en problemen. En die mannen gaan in de fout gaan. Omdat je in ieder geval getraind bent. Zo simpel is dat. En toen ik dat punt maakte, hebben onder andere mevrouw Veera, maar ook de procureur-generaal heeft op basis van wetgeving zijn licht schijnen op die mogelijkheid en aangegeven dat het niet verstandig zou zijn en geadviseerd dat het niet zou moeten gebeuren. Maar wij zijn slechts, in elk geval ik, was slechts de adviseur, het was niet mijn besluit. Dus als de president het besluit genomen heeft om te zeggen van, mijn heren, dit voorstel kan nu van de tafel. Dan moet die man van der San niet zijn frustraties op mij proberen, maar... Jullie zouden de president daarvoor hebben bewerkt. Maar hoe kunnen we de president bewerken? Hoe broeia deze idee wordt gezegd? Het waren beter dat toen de president vroeg om minister van Justitie te worden. Zeggen van, hey president, mina bestuur San Bisabiera. Put me naar Binnenlandse Zaken. Had hij zich bij zijn lees gehouden. Maar nu is dit een begrip op glad ijs. Want anders kom je niet met zo'n voorstel. En als die minister van Defensie enthousiast was, dan begreep hij ook er ook niets van. Zo simpel is dat. Nothing else is niet anders. Dat is het. En dat zijn de argumenten. En dat zijn argumenten die op tafel zijn gezet. En op basis daarvan heeft president Boutersen een besluit genomen. Dus zijn frustraties zijn voor... Ik kan hem daarmee niet helpen. Het tweede. Dus het was niet zo van, om het gewoon vrij te zeggen, Amasheni Oscor na plan die zien. Want dat was dat antwoord voor de tansheersende criminaliteit in die dagen. En buitendien, hij heeft geïnsinueerd alsof ik naar mensen ben gegaan om ze te mobiliseren. Dat is een leugen, want ik wist van het plan die dag toen ik daar zo kwam, omdat ik niet op het kabinet zat meer. Ik wist van het plan toen ik daar kwam, nadat president Boutersen me uitgenodigd heeft. En dat is ook een leugen. De andere leugen is het verhaal van, en niet alleen een leugen, hij heeft iets geïnsinueerd dat als over de zaak naar de rechter zou gaan, dat hij ook alles zou zeggen. Van der Sen kan alles van iedereen zeggen, behalve van Linscheer. Omgekeerd zou hij dat nu kunnen zeggen. Wat Linscheer zou wel kunnen zeggen als hij zou willen. Maar wat ik deel... Linscheer zou wel kunnen veel zeggen, over Van der Sand. Dat zeg ik niet. Hij zou veel kunnen zeggen. Maar wat ik deel... Wat Cliff Limburg met Melvin zou delen... Man to man... Zal nooit een derde horen. Nog minder het publiek. Dat is karakter. Maar goed, ieder is zoals hij is. Ik zit anders in elkaar. Maar na die persconferentie en nadat ik bedankt heb ik, en nadat ik mee ben persconferentie heb gehouden, heb ik toch gemeend na gesprek ook met een advocaat om een klacht tegen hem in te dienen. Ik heb laster en smaad, want dat was het. Maar het is een leugen. En nogmaals, als iemand zou zeggen, hey, Melvin heeft dit gedaan, dat gedaan, min en spang. Maar als je zegt dat ik informatie heb doorgespeeld in functie aan... Santoki. Aan mensen die onbevoegd zouden zijn om die informatie te hebben. Is niet alleen slecht voor mijn reputatie, mijn record, maar ook in business. En iedereen weet dat ik ook een beetje in de business zit. Dat betekent, je kan niet rekenen op die massa woord. En dat ga ik me niet laten overkomen. Dus, ik heb een advocaat gevraagd om een zaak voor te bereiden. Om die klacht in te dienen.
En ik kan u zeggen, ik heb zelf betaald. Ik heb die advocaat betaald. Om die zaak te doen. En op een gegeven moment belt, hij is nog in leven, de broer van meneer Van der Sande, Armand Van der Sande. En hij zegt, Melvin, ik moet je spreken, maar dringend. Ik zeg, oké. Dus, ik ga naar Armand praten, die ik ook goed ken en wie ik erg waardeer en respect voor heb. En hij zegt van, jongen, alsjeblieft. Dien dat ding niet in tegen die man. Want hij gaat nog meer in de problemen komen. Emile Mati e actie. Nou, ik zeg oké, maar ik heb geen enkel probleem. Maar dan laat hij dan corrigeren, publiekelijk. Dan laat ik dat varen. Maar hij moet wel corrigeren dat hij me vastelijk beschuldigd heeft. Dus hij zegt akkoord, mijn contact lang aan. Dus ik bel hem en ik bel naar Van der Sande en hij neemt op. En hij zegt, heer Linscher, ik zeg, heer Van der Sande, waar bent u? Ik ben onderweg naar Sanderij. Ik zeg, ik moet u dringend spreken. Voordat je weggaat. Ik zeg, ja mama, ik zit echt in een probleem, want ik dacht, als ik me een beetje kan herinneren, hij is in Sanderij geweest, heeft een document vergeten of zijn paspoort, teruggekomen naar de stad om weer te gaan naar Sanderij. Ik zeg, maar waar ben je nu? Hij zegt, in de Rototonnelaan. Ik zeg, wacht daar, mama, ik ga zo'n omgeving. Ik rijd naar de Rototonnelaan. Maar ik moet het met je bespreken, voor je weggaat. En als het moet, rijd ik je verder naar Sanderij. Dat is het verhaal van Sanderij. En wat gebeurt er vervolgens? Hij komt in mijn auto zitten. En ik zeg van, Loco Armand, bel me. Hij heeft me gevraagd, maar ik heb hem gezegd van, ik ben bereid. Maar je moet het wel corrigeren. Ja, maar hoe doen we dat nu? Ik zeg van, ik ben Limburg. En wie je kan herinneren, Cliff? Je zat bij SRS, denk ik. En vanuit mijn auto heb ik je gebeld en hij heeft je gesproken. En hij heeft eindelijk zijn verontschuldigingen aangeboden. Daar. Kan je dat nog herinneren? Maar heeft hij zijn verontschuldigingen aangeboden? Hij heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Ga naar je auto. Of hij zei, we gaan het bespreken. Hebben jullie het besproken? Nee. Geen bespreken. Maar zoek je oud programma. Niet waar, Kassani. Nou, hij gaat beluisteren wat hij zegt. Hij heeft heel eromheen gesproken, maar eens zei van, ja, maar het is niet zo. Maar anyway. Dus. En omdat het de tijdnood was, reed ik al inderdaad vast en ik heb me inderdaad op Sanderij afgezet. Omdat het voor mij was dat. Ach. Hebben jullie daarna nog gesproken toen hij terug was? Ja, natuurlijk. Nee, maar daarna is het gewoon vaker gezien. Ik zie van de. Ik bedoel, Suriname is klein, we komen elkaar toch tegen. We zijn absoluut geen dingen tegen elkaar. Ik heb dit jaar Kwaku nog een soepje met hem gedronken. Kwaku, voilà. Mm. Ja. Ja, bij hij was daar, ik was daar. Maar we komen elkaar toch tegen in Suriname. Dus we hebben enkel probleem. Maar ik vind het wel van belang dat hij doet en insinueert dat ik het eigenlijk de zaak niet meer heb voorgebracht. Want als hij voor de rechter zou hij dingen zeggen. Ik daag hem uit. Om één ding van mij te zeggen. En tegelijkertijd dacht ik hem ook uit. Om te vragen wanneer ik hem ooit om één fever heb gevraagd. Of één ding van me weet. Maar omgekeerd kan hij dat niet zeggen. Weet veel van Van der Sande. Ik zeg niets meer. Ik zeg hij zal begrijpen wat ik bedoel. En ik vond dat dat gezegd moet zijn. En verder ga ik niet in een polemiek met meneer Van der Sande. Ik respecteer hem voor wat hij zijn deskundigheid. En that's it. Van der Sande gaat zeker reageren, hem kennende. Nee, dat interesseert me niet. Maar ik ga daar niet meer reageren, ik ben er klaar mee. Ik bedoel, ik heb lang over nagedacht als ik het wel zou doen. Soms denk je van, soms als je reageert maak je mensen belangrijker. Ik ben die publiciteitsgeil. Je hebt me toch nooit gezien dat ik ren om een mic te zoeken. Ik doe mijn dingen. Ik ben mijn business, ik help nog het land waar het kan. Ik heb geen tijd voor dit soort grappenmakers, maar het zijn grappenmakers.
En ze noemen andere grappenmakers en lafaard. Maar ik ben een man met karakter en respect. Als ik niet eens ga ik weg. En ik laat me niet wegjagen. Zo simpel is dat. Maar ik vond dus dat ik dit moest hebben gebracht, dit punt. En als jij wil reageren, mag je maar. Heeft zich ook nooit laten wegjagen zoals hij dat gezegd heeft. Want daar doet hij op. Maar, hij heeft gezegd aan de president wel. Binnen drie minuten op die briefie. Ik praat niet over hem. Wie de schoen past. Maar dat, ondanks het feit dat jullie de zaak hebben uitgesproken. En if je Arkie meneer Van der Sande persisteert over dat bijzonder contact tussen Melvin en Chan. Zie daar waar Melvin nu zit. Dat is achterlijk. Dan kunnen er toch mensen zijn die zeggen, oh, dat is werkelijk. Als Melvin nu bij Chan zit, dan had Chinny blijkbaar wel gelijk. Het is achterlijkheid, politieke onvolwassenheid. Dat zijn de mensen die zo denken. Die dat denken. Ik heb er geen andere woorden voor. Achterlijkheid. En ik kan iemand die... Iemand kan trainen, maar ben niet. Sorry. Dus, iemand lacht me uit, maar ik trouwens niet. Maar ik ben ook niet aan dat. Nee, dus ik ben hier in morgen. Politiek over onvolwassenheid. Die relatie Chan-Melvin. Die mensen zeggen, Melvin is Boudersen. Boudersen is Melvin. Nee, maar het is ook... Je komt niet tussen Boudersen en Melvin. Dat heb ik altijd gehoord. Doe maar dat hierna. Maar dat is niet anders. En nog steeds zo. Maar waarom zouden een Boudersen en ik een probleem moeten hebben met elkaar? Nog steeds. Met Boudersen bel, heeft mijn telefoon Boudersen bel, met ik haar telefoon. Heeft met ik mijn telefoon mee bel Boudersen. Ik van mij deze telefoon direct. Maar... Hoe moeten we in dit land met elkaar omgaan? Moeten we omdat... Maar politiek ideologisch. Of denk je dat ik... Plotseling een andere politiek ideologische... kijk heb op zaken? Nee. President Santoki weet dat ook. Maar wat hij ook weet... Dat ik goed ben voor mijn woord. Hij weet dat ik objectief ben. Hij weet wat hij en ik bespreken tussen ons blijft. Dat wil Boudersen ook. En misschien moet de ander proberen daarvan te leren. En dat is karakter. Dat je partij waarmee je praat, weet dat is honest. Ik zal niet wat ik met meneer Boudersen heb meegemaakt, wat we hebben gedaan voor het land, of wat dan ook... Gaan bespreken met wie dan ook. En als de president Santoki me iets vraagt om voor hem te doen. Dan kan hij erop rekenen dat ik het na eer en geweten en alle objectiviteit doe. Omdat ik geen enkel belang heb. Ik heb geen politieke ambitie. Ik zit in een politieke constellatie. Maar u doet blijkbaar op de onthullingen die door Van der Sande gedaan zijn. Nee, over het algemeen. Over Adin die eigenlijk... Ik laat dit... Ik doel op niets. Dat ligt geheel aan de over aan het oordeel van de gemeenschap. Dat ze weten met wie je wel iets kan bespreken en wie niet. Maar had Boudersen op een gegeven moment wel, was Boudersen op een gegeven moment wel van plan om Santoki aan boord te halen als vicepresident? Ik hoor het voor het eerst, ik weet er niets van. Maar ik behoef het ook niet te weten. Nou, maar ik ben geen politieke kopstuk. Ik heb nooit in geen enkel politieke organisatie in organen besturen. Nog nooit. Mag het natrekken. Nog nooit. In geen enkele. Je wat mensen dachten dat. Vanwege mijn verbondenheid, vanwege mijn relatie met Boters en met heel wat anderen. Maar hebben ze me ooit gezien in een bestuursfunctie of op een podium? Just name it. Dat weet de president van Tokio ook. Maar hij kan weten op mijn eerlijk oordeel. Want het gaat om Suriname. Het gaat om Suriname, het gaat om de veiligheid van Suriname. En dan kan hij rekenen. Altijd blind. En hij weet het.
blind rekenen op mijn objectief en een eerlijk oordeel. En een eerlijke analyse en met eerlijke argumenten. Want ik heb geen andere belangen. Ik heb geen andere belangen. Ik heb geen ander belang te dienen om iets te doen om die moet scoren en die niet moet scoren. No, het gaat om Suriname. Het gaat om Suriname. Hij weet dat ik goed voor mijn woord ben. Boters weet dat ik goed voor mijn woord ben. En heel wat mensen met wie ik zaken doe weet dat ik goed voor mijn woord ben. Daar gaat het om. Ja. En dat is karakter. Maar is Lin Scheer de man die, waarvan we nog kunnen zeggen, hij gaat altijd Daisy beschermen? Gaat het elke Surinamer beschermen. Ja, maar die relatie met Daisy is een andere geweest. Geweest? Wat is er nog dan? Ja, oké. Okay. Nee, maar geweest. Ik bedoel, we moeten doen wat we moeten doen. Voor het land. Het is te maken met beschermen van personen. We willen te veel denken in termen van personen. We moeten denken in een groter ding. Zijn dingen die over straat worden. Ja, kijk. De man tak aan Melly. Zeer Sigichan. Ja. Je hoort die dingen en als ik het hoor. Maar, ook maar Cliff, je bedoelde, ik ga me toch niet op dat niveau begeven. Over die zeer dat is dat. Ik bedoel, hé, hey, hoppa. Dat is niet eens achterlijkheid. Dat is een onwetendheid. Want het Rama een achterlijkheid, ja. Maar dat is onwetendheid. Want Rama, sabboraboom. Maar ze zijn zo vastgeroest in die retoriek van tegen elkaar zijn. A polarisatie. En minder dan een polarisatie. Mina op anu. Mio brasa. Mio op. Mensen bij elkaar brengen. Brugfunctie. Kun mensen bij elkaar brengen en niet mensen tegen elkaar uitspelen. En mensen opzetten tegen elkaar. Wat verdienen we daarmee? Wat doen we voor het land daarmee? Meer spanning? Meer jugo-jugo? Ja, je hebt mensen die gedijen bij jugo-jugo. Kan ik zeggen dat gisteren dat Melvin tot de conclusie komt dat nadat hij Van der San gehoord heeft gisteren of eergisteren dat hij niet van mening is dat Van der San eigenlijk blijkbaar dan niet overtuigd genoeg was toen dat gesprek plaatsvond tussen jullie? Nee, het heeft niets te maken met overtuigd. Maar die persisteert nog bij. Nee, die maakt me overtuigd. Het heeft te maken met zijn karakter. Het heeft te maken met overtuigd. Je kan niemand overtuigen die voor zichzelf al beslissen heeft dat het. Ga je nog praten? Wie ik? Nee, wat moet ik bespreken? Ik moet bespreken. Maar Suriname is klein, allicht kwam ik hem tegen op straat. Nou, als ik dan handgreep verder. Ik heb niets te bespreken met Van der Zaan. Absoluut niet. Wat zou ik moeten bespreken? Ik bedoel, hij betaalt mijn salaris niet. Hij geeft me geen soepje te drinken. Dus Van der Zaan, wat met mij gepasseerd station? Ik ben klaar mee. Ik wil alleen hierop reageren. En ga verder niet erover praten meer. Ja, ja. Ik bedoel, ik ben geen dorpsgek. Dat was de reactie van Melvin Linscheer op wat meneer Van der Zaan hier had aangegeven. Dat hij een van de chamus was van de medegazaan van Chan. En hij vond het wel nodig om daar iets over te zeggen. En hij vond het ook nodig om te praten over dat van dat wat op tafel lag, a plan San BD. Hij zegt eigenlijk, je zou de militairen eerst moeten trainen alvorens. Want ze zijn, er is niet hun pakkie aan. In train de man, een opleiding van de politie is minstens een jaar. En je zou de militairen moeten klaarmaken zodat ze niet in de fout gaan. En eigenlijk zo'n militair die dus burgers staande zou moeten houden op straat, dus de politietaken, zou de man tenminste moeten beschikken over een MULO-diploma. Dus je zou de mensen eerst moeten hebben opgeleid. Of meer lichtingen in het leven roepen, politielichtingen, om het korps uit te breiden.
Nou, laten we hopen dat deze hele discussie, want eigenlijk meneer Van der Sande kon je gewoon tak over meneer Lens hier nogmaals. Hij was er om te praten over de blokkade van Chan. En daarbij heeft hij zeker de spanningen toen met Lens hier meegenomen. En daarop heeft laatstgenoemde gereageerd.